Goeiedag iedereen, het derde kwartaal van 2022 loopt bijna ten einde en dat betekent natuurlijk opnieuw een strategische outlook gebracht door de analisten van enkele ETF-uitgevers. Live aanwezig bij mij zijn Olivier Pauwels van BlackRock, Vincent Tivijns van JP Morgan en dan hebben we ook nog een live connectie met Mobine Tahir van WisdomTree die zich momenteel in Londen bevindt. De afgelopen maanden heersten negativiteit en angst over de beurzen. Die is ook gelinkt aan bijvoorbeeld de energiecrisis, de monetaire politiek van de centrale banken en noem maar op. Maar als belegger is het belangrijk om hier soms even naast te kijken en jou te focussen op opportuniteiten die zich op middellange termijn of momenteel al kunnen voordoen. Als de eerste vraag, is dan ook gekoppeld aan deze energiecrisis. Die stel ik aan Olivier. Olivier, de energiecrisis die zich momenteel voordoet wegens het conflict tussen Rusland en Oekraïne, die is een van de redenen van al deze negativiteit tot de beurs. Welke partijen, welke landen, bedrijven hebben hier een heel grote negatieve impact van ontvangen? En welke partijen putten hier eigenlijk voordeel uit? Ja. Je hebt het vermeld, er heerst inderdaad een, een negatief sentiment op de beurzen. Als we gaan kijken vanuit een regionaal perspectief zijn het enkel Britse aandelen die positief staan sinds de start van 2022. Alle andere landen en regio's uit de ontwikkelde wereld staan op een negatief rendement. Vanuit een sectorperspectief zien we eigenlijk een gelijkaardig beeld waarbij alle sectoren negatief staan sinds de start van het jaar. De enige sector die er boven Uitspringt, is natuurlijk de energiesector die gedragen wordt door die sterk gestegen energieprijzen. Dat blijft een sector die we ook voor de rest van 2022 en zelf daarna als, als positief zien, omdat natuurlijk zelfs in de energietransitie we op vandaag beseffen dat tijdelijk die bestaande energieoplossingen nog steeds noodzakelijk zullen zijn. Aan de andere kant hebben we ook wel de voorkeur en zien we een positieve groep. Voor zowel duurzame energie als uh, clean energy. Waarom? Een aantal zaken natuurlijk. Belangrijkste reden door die sterk gestegen energieprijzen zijn ook die bedrijven in duurzame energie en in clean energy uh, meegedragen in die trend. Omdat de relatieve meerkost voor die oplossingen natuurlijk is uh, gedaald door de sterke stijging van de uh, energieprijzen. Daarnaast zijn dat ook bedrijven van wie de koolstofuitstoot een pak lager, lager ligt. En dat helpt natuurlijk om de koolstofuitstoot van je portefeuille te gaan uh, beperken. En ten laatste, in die crisis met uh, Rusland zien we natuurlijk Europa die versneld wilt uh, de consumptie van aardgas uit Rusland afbouwen en die dus ook uh, de energietransitie en dus de investeringen in duurzame energieoplossingen aan het opdrijven is. Een tweede opportuniteit die we misschien zien, gelinkt aan die uh, crisis, is alles dat digitale veiligheid is. Bedrijven en overheden zijn zich er degen van bewust dat in een context van geopolitieke spanningen je digitale veiligheid zeer belangrijk is. En bijvoorbeeld de NAVO heeft in het meest recente strategische document nogmaals onderlijnd dat cyberveiligheid, dus digitale veiligheid, een kernonderdeel is geworden van de strategie van de, de uh, NAVO-alliantie. En dus bedrijven die daarin actief zijn, cyberveiligheid, digitale veiligheid. Worden natuurlijk meegedragen door die extra investeringen in de context van ja, toegenomen geopolitieke spanningen. Oké, zo de broad stock market indices hebben big losses sinds het begin van het jaar. Is dit ook the case voor commodities en hoe can investors anticipate on this uh, energy situation? Sure. So just like most asset classes there are also two ways to think about commodities the first way is thinking strategically about commodities and when investors think strategically about commodities they think diversification now in 2022 so far when the s&p 500 is down 18% commodities are actually up 18% and this is true that commodities are an idiosyncratic bunch and different commodity sectors will do differently at different points in time back in 2020 it was actually gold and silver driving performance in 2021 it was energy and metals in 2022 it has largely been the energy sector but in the next 12 months it could very well be agricultural commodities so capturing this idiosyncrasy through a broad exposure is, is one way to access that strategic component of commodities. But there's also a tactical way uh, that some investors do think about uh, commodities. And that is because sometimes we do experience strong moves with commodities, particularly with the energy commodities this year. Natural gas has been even more pronounced in terms of its volatility compared to oil. And our view at wisdom tree is that naturally because uh, europe is still waiting to find a solution to the energy crisis especially going into winter uh, it it means that the volatility that we have seen this year in oil and gas prices could very well continue for for the months to come uh, many investors have been using oil and gas exposures as a way to hedge against price increases not just in energy but inflation more more generally which is which is fine as long as they are prepared uh, to to endure the volatility in their investment as well so uh, to to sum that all up of course we think that there is still more volatility expected in in the commodity space particularly energy uh, but uh, that may work well for investors if that is what they are looking for but they should be prepared uh, and they should understand whether they are investing tactically or strategically and position themselves accordingly okay Vincent, de regio die het zwaarst getroffen werd door de energiecrisis, is Europa. Heeft deze crisis ook een enorme impact uitgeoefend op andere regio's en doen zich hier eventueel opportuniteiten voor? Maar duidelijk Europa is veruit de regio die het meest getroffen is. Op korte termijn, zoals Olivier het aangaf, zijn inderdaad de fossil fuel, uh, zijn uh, hebben de, de wind in de zeil op dit moment. Dus de regio die dit exporteren op dit moment. Uh, maar die, maar die hebben de benefit ervan? Ik denk aan het Midden-Oosten op dit moment het is duidelijk dat is een regio die de voorbije jaren vanwege de lage olieprijzen ook moeilijk is inderdaad. ook zeker op fiscaal vlak, bijvoorbeeld in Saudi arabië en dergelijke meer. Dus je ziet dat nu uiteraard wel dat de instroom van, van, van cash inderdaad fors aan stijgen is. Dus zeker in die regio, dat is zeker uh, iets dat, dat, dat positief meespeelt op dit moment. Um, ik denk andersom. Uh, Rusland, uh, dat is uh, de sancties schijnen weinig impact te hebben op korte termijn, maar we kunnen er wel van uitgaan dat inderdaad op lange termijn dat dat wel een, een groot impact zal hebben. Dus op deze land, op deze economie, op de Russische markt en over het algemeen. Dus ja, er zijn hier en daar weer verschuivingen in de wereldeconomie. Uh, ik denk, het is te vroeg om al lange termijn een conclusie van te trekken. Of we moeten meer structureel in Europa of in de VS zijn daardoor. Maar van, ik denk als we dan zeker voor de beleggers die naar ons luisteren, die willen een, een wereldwijd uh, blootstelling hebben aan aandelenmarkt, dat er wel binnen de index, wat nuance moet er zijn, dus uh, kleine lichte over en onderweging uh, komen. Jullie weten bij JP Morgan, asset management, uh, ETF, we zien het in mm -hmm. actieve manier, dus lichtafwijking ten opzichte van de benchmark, kunnen helpen inderdaad de belegger om te profiteren van wat Olivier aangaf, van die kleine tijdelijke nuance dat we kunnen zien. Op korte termijn is dat misschien fuel die het goed doet. Ik denk dat de verliezers van vandaag ook waarschijnlijk de winnaars van morgen zijn. Dus inclusief op regiogebied. Dus uh, Europa is op dit Moment inderdaad, het zwaarst getroffen door de energiecrisis, maar is ook het regio die het meest investeert daardoor in de energietransitie. De regelgeving is al sinds enkele jaren veel strenger. Zeker qua CO2-voetafdruk van heel wat bedrijven, dat is ook een overtuiging bij ons. Dus de winnaars van morgen, de winnaars van vandaag staan tegen die hun CO2-voetafdruk kunnen reduceren. Een van de aspecten die. Te weinig in de kijker wordt gezet op dit moment. Achter die hoge gas- en energieprijs die wij momenteel hebben, is er ook een component van CO2-prijs op dit moment, die weer op een historisch hoog niveau is in Europa. Uh, en dat gaat niet weg. Dus dat zal inderdaad het geweld blijven. Dus bedrijven die inslagen wereldwijd om hun CO2 voetafdruk te reduceren, zijn naar ons idee niet alleen de winnaars van vandaag, maar ook de winnaars van morgen. En wij zien er meer uh, van die bedrijven in Europa bijvoorbeeld dan elders, omdat de regelgeving gewoon, uh, gewoon strenger is zo op dit moment. Dus dat is zeker uh, naar mijn idee, zeker een belangrijke, belangrijk aspect. Nu, regionaal gezien, wat we zien is dat op dit moment moment, economisch gezien, zien we nog altijd de VS uh, als een sterkere economie dan andere economie. We gaan er wel ervan uit van een mogelijke recessie in de VS, maar van een andere aarde dan de recessie die wij in Europa kunnen verwachten. Het is meer de end of the cyclus, de economische cyclus, meer een natuurlijke recessie, uh, terwijl in Europa we zien iets meer veroorzaakt door de energiecrisis. Dus uh, de VS is dan op dat gebied nog altijd naar ons idee zo'n veilige haven op dit moment... Uh, uh, zeker op het gebied van aandelenmarkten. Dus op dit moment is zeker waar we nog altijd meer het nadruk gaan leggen op korte termijn. Een veel defensievere markt. Zeker een markt die ons vooral interesseert op het gebied van obligatie op, dit, op dag van vandaag. Dus, want het feit dat de Amerikaanse economie zo al veel verder is in de economische cyclus, minder getroffen is door de energiecrisis, maakt ook van. Dat maakt ook dat de FED ook veel meer geadvanceerd is in de normalisatie van haar monetair beleid. Dus met andere woorden, als we kijken naar de Amerikaanse obligatiemarkt op de dag van vandaag, 3,5% op 10 jaar staatsobligatie lijkt ons uh, aantrekkelijk. In Europa is dat een ander verhaal. Opnieuw de crisis is van een andere aarde. De ECB uh, loopt een beetje achter het normaliseren van het monetair beleid. Dus daar verwachten we wel nog spanningen, inclusief op de obligatiemarkten. Dus we blijven we blijven er op dit moment uh, wel uh, vanaf in onze Tour van de Wereld. Uh, dus aandelen hebben op dit moment niet echt onze voorkeur. En als we wel in aandelen gaan, misschien ligt de voorkeur voor de VS. En dan zeker voor een soort actief beheer. Want we zien toch wel duidelijke bedreigingen voor een aantal sectoren in de regio. En duidelijke opportuniteit voor een aantal anderen. Dus die, die actief beheer lijkt ons ook binnen het TF-verpakking wel hmm. belangrijk. Uh, obligatie geniet onze voorkeur op dit moment, zeker in de VS, ik heb het genoemd, dus uh, uh, Treasuries. Uh, maar ook in landen zoals China bijvoorbeeld. Dat is een thema die Olivier en ik, en ik zeker uh, tijdens de, vo de, de voorbije webinar verschillende keren aangekaart ja. hebben. Obligatie, maar we zijn zeker voor de meest 10 tot 20 procent in, in het rood sinds begin dit jaar. Met één uitzondering, en dat is China. Uh, dus uh, in Reminbi staatsobligatie. In China zijn 3% omhoog sinds begin dit jaar en in euro 8% omhoog. Dus een tip die wij consistent op, tijdens die webinars gegeven hebben en die wel tot nu toe lonend is uh, en uh, beschikbaar ook in ETF-formaat. Uh, Oké, okay. je hebt het natuurlijk al aangehaald, Vincent. De centrale banken die spelen natuurlijk in op die energiecrisis, die hoge inflatie die zich momenteel ja. voordoet. Mobin, the next question, I will again aim at you. The high inflation numbers are strongly linked to the price of energy. Do you think a possible solution for the energy crisis will also temper the aggressive, the aggressive tightening um, by central banks, and I mean the the increasement of the um, of the rate of the of the bonds? Uh, as a starting point, at Wilton Tree our view is there's no doubt in our minds that monetary policy does need to be reined in. So with that with that said, uh, but we do think that blaming central banks entirely for inflation is quite dangerous and it's dangerous for two reasons. One, it forces them to raise rates at a pace that could cripple the economy. And two, it allows governments to divert attention from all the things that they need to do to solve inflation. that is, uh, resolve conflicts and, of course, fix supply chains, which are perhaps the biggest drivers of inflation right now. Uh, so, as you said, there is entirely a possibility if there is a resolution on what's happening with supply chains, what's happening with the energy crisis, and we see a resolution on that front in the coming weeks and months, that the focus on central banks is somewhat eased and we may end up seeing a dovish pivot. From, uh, from the Fed to begin with and other central banks to follow Now that could be an interesting point for markets to rally again and uh, our experience is that a lot of investors are sort of anticipating that waiting for that to happen uh, in the first uh, eight or nine months of this year a lot of investors particularly as as it relates to equities have been positioned more defensively they've been looking at quality, they've been looking at value, but now they're starting to think about growth once again, because when that turning point actually materializes, uh, a lot of investors will see that growth has been down 20, 25 percent, roughly, and that creates a very attractive entry point. So, at that point, we will start to see investors uh, maybe be even a bit more discerning about how they access growth, and and at Wisdom Tree, we think mega trends. Are very exciting right now, whether it's the energy transition, which we've talked about uh, today, whether it's uh, artificial intelligence, whether it's uh, cybersecurity, cloud computing, all of these long term themes that will outlive the actions of central banks and therefore give investors a very good uh, shelf life with their with their growth exposure so uh, we are in that sort of phase where investors are waiting for that pivot from central banks but uh, you know we still have that uh, that opening as an entry point available for many investors right now so uh, that that would be uh, my my summation of the picture okay Vincent, denk je dat de centrale banken door het verhogen van de rente een goede zaak doen? Maar nog belangrijker zal het, uh, zal het tempo en de grootte van deze verhogingen in de nabije toekomst afzwakken. En wat zou dit betekenen voor de financiële markten? Wel, mobiel het erover de. Van de Fed. Uh, er zijn nog verschillende manieren om dit te definiëren. Dus uh, is dat het moment wanneer ze stoppen met de renteverhoging en dan misschien de, de, de rente beginnen verlagen? Kan voor mij de pivot zou event bij mogelijk wel eerder kunnen komen? Deze maand zullen ze bijvoorbeeld, deze week, uh, de rente met 75 basispunten verhogen. Ik denk dat, dat vanaf deze moment we zullen kunnen, kunnen, kunnen zeggen dat de, het grootste stuk van de, de manisatie van hun monetair beleid wel achter de rug is. Dus in de komende maand zullen wij nog stappen met 50 basispunten hebben, maar mogelijk na die nou, nog een stap in november in december zullen ze daar ook waarschijnlijk stoppen, want we weten dat, recessie, dat een recessie zal aankomen. We zien al tekenen van een vertraging van de Amerikaanse economie. Dus de pivot zou eigenlijk veel eerder kunnen komen van zodra dat inderdaad we beseffen dat het tempo van de renteverhoging gaat uh, uh, dalen en mogelijk ook wanneer dat de, dat de Fed gaat stoppen. Dus dat zal een belangrijk denk ik. Factor zijn voor de financiële markt, als ook enige teken dat de inflatie inderdaad blijft normaliseren. Vorige maand hadden we een beetje een valse start op dat gebied. Eerst in juli zagen we de inflatie toch wel afnemen en dan zich stabiliseren in, in augustus met wel een stijging van de, van de kerninflatie, die heeft geleid uiteraard wel naar de, naar de, de correctie die wij in september gezien hebben. Dus, Stabiliseren van inflatie is een absoluut noodzaak. En uiteraard wel um, anticipatie van minder sterke renteverhoging bij de FED, maar ook voor andere centrale banken, is ook een belangrijke katalyst naar mijn idee voor een herstel op de, op de financiële markt. Dat doet dat op korte termijn. Inderdaad, de centrale banken blijven in focus. We hebben het hier vooral op de FED, maar de ECB moet ook nog haar uh, uh, monetair beleid serieus aanpassen. En opnieuw, we zijn denk dat daardoor Europa en de Europese markten het meest kwetsbaar zijn. Uh, we denken dat het zelf anticiperen bij deze pivot en van deze maand. Hein, dus volgens onze definitie dat het nog voorbarig is om uh, terug te komen op uh, financiële markt voor wie eigenlijk een, een performance wilt halen tegen het einde van het jaar. Het zal een, onzekerheid, een onzekere periode blijven. Uh, nu dit gezegd voor midden- en lange termijn beleggen. en je had het over, over in jouw inleiding. Jou, in mm -hmm. De markten zijn op dag van vandaag 20% goedkoper dan ze waren begin van het jaar. Dus voor lange termijn belegger, de koopjes zijn nog altijd van toepassing op dit moment. Het is een mooi instapmoment, weliswaar niet met de bedoeling om een korte termijn winst te realiseren. Uh, het is geen gemakkelijke omgeving om te beleggen op dit moment. Er zijn honderd in één reden om het niet te doen. Uh, uh, maar opnieuw, voor de meeste mensen die ons luisteren, ze hebben inderdaad wel een, een lange termijn beleggingshorizon. Is geschiedenis heeft getoond dat het net in die periode is dat je moet durven de stap maken om uh, in te stappen. Ik neem vaak een voorbeeld. Uh, voor wie bijvoorbeeld zou gestapt zijn op de financiële markt in 2007 in een gemengde fonds bijvoorbeeld. Hein? Een erfenis, een pensioenkapitaal of noem maar op. 2007, de crash van 2008, uh, de meest ongeschikt moment om te starten. Toch, uh, na al die jaren, zou die persoon in een gemengde fonds gemiddeld 6,1% rendement gehaald hebben. Gewoon om te tonen de power of diversification, de power om inderdaad een lange termijn beleggingshorizon uh, te behouden. En ja, de vet renteverhoging van deze maand zal uh, tegen dan al lang vergeten te zijn. Dus de pivot is dichter dan wat we denken. Maar te zijn, inderdaad, een pak goedkoper dan begin dit jaar. Dus dat is een mooi instapmoment. Maar alleen voor wie verder dan dit jaar kijkt uh, voor een performance te genereren. Oké. Okay. Uh, Olivier, ter aanvulling van Vincent zijn antwoord. Welke veranderingen zouden zich op monetair, uh, op monetair vlak moeten voordoen, zodanig de beleggers een positief signaal ervaren op de financiële markten. Um, en kan je hier ook bepaalde concrete opportuniteiten aan koppelen? Ja, wel, ik ga mij aansluiten bij Mobine en bij Vincent. Mm -hmm. Het allerbelangrijkste is die kerninflatie. Die kerninflatie moet een ommekeer maken, moet stoppen met stijgen, moet stabiliseren en zelfs terug beginnen dalen, alvorens de centrale banken inderdaad een koerswijziging van hun monetair beleid gaan doorvoeren. Ze zijn daar ook zeer duidelijk in geweest. Hun doelstelling is de inflatie terug naar beneden brengen, naar, voor de FED-ECB, naar die 2%-doelstelling. En dus zolang die kerninflatie niet in die richting gaat, gaan we ook geen koerswijziging zien, hè. al is het maar uh, gewoon op communica communicatief vlak dat ze beginnen uh, aan te geven dat ze hun monetair politiek zullen vertragen, die renteverhogingen zullen vertragen, zolang dat we dat niet zien... Kunnen we niet spreken over een uh, koerswijziging van het beleid? En kunnen we ook niet spreken over een, een, een duurzame heropleving van de beurzen? Dus het allerbelangrijkste punt, stap nummer één in dat ganse proces, zal zijn die kerninflatie die terug uh, naar beneden moet komen. Maar zoals Vincent zei, ja, de, de, boer, de beurzen hebben zich ondertussen al sterk uh, gecorrigeerd. En zien we natuurlijk bij BlackRock ook wel een aantal. Opportuniteiten. Bijvoorbeeld, een eerste um, sector waarin we nu wel terug sterk gaan geloven, is de technologie-sector. technologie-sector heeft natuurlijk sterk afgezien in de voorbije maanden door die stijgende rente. Want wie zegt stijgende rente, zegt natuurlijk voor technologiebedrijven van wie de winsten verder in de toekomst liggen, dat die actuele waarde natuurlijk aan die hogere rentes is die actuele waarde lager. En dus daardoor hebben technologie sterk afgezien. Gezien. Waarom zijn we toch uh, positief? Wel omdat uh, technologiebedrijven toch ook een zeker kwaliteitslabel uh, hebben gekregen. In die zin. Lage uh, schuldegraad, hoge vrije cashflows en eigenlijk bedrijven ja, die er toch in slagen om die pricing power te hebben. Die er in slagen om hogere inputprijzen te gaan doorschuiven naar de eindklanten om zo hun winstmarges onder controle te houden. En dat zijn allemaal karakter karakteristieken van kwaliteitsbedrijven. En dus ook bedrijven die een zeker ja, defensief karakter kunnen tonen. En defensief is misschien niet direct waar je aan denkt als je denkt aan technologiebedrijven. Maar wij zijn overtuigd dat ja, het, het, het woord defensief wel eens moet uitgewisseld worden doorheen de tijd. En nu zien we toch wel een meer defensief karakter gelinkt aan de technologiesector Een laatste reden waarom we positief zijn voor uh, technologiebedrijven is uh, wederom ja, de duurzaam

Technologiebedrijven hebben zich al sterk aangepast aan, er, uh, aan wat er zal komen. Ze hebben al nagedacht: oké, okay, hoe kan ik mijn uh, uitstoot op vandaag reeds gaan verminderen en ook een toekomstig pad tekenen om verder mijn uitstoot te gaan beperken? Of hebben ook al nagedacht: van, ja, technologiebedrijven hebben bijvoorbeeld belangrijke uh, servers, belangrijke parken vol met uh, servers. Ze hebben al nagedacht: oké, okay, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik steeds Water ter beschikking heb. En hebben dus nagedacht over de lokalisatie van hun servers. Water in de buurt, maar tezelfde tijd ook ja, geen risico voor overstromingen in geval van uh, zware uh, weersomstandigheden. Dus technologiebedrijven zijn ergens al klaar voor die klimaatverandering, voor die uh, groene transitie. Misschien een ander deel van de financiële wereld waar we ook toch positiever over geworden zijn, is bedrijfsobligaties. Vincent heeft er al naar verwezen, die rente die gestegen is. Wel, de risicovrije, de risicovrije rente die is gestegen door de normalisatie van de monetaire politiek van de centrale banken. Maar ook de spread die bedrijven betalen is ondertussen Gestegen. We zitten nu op de volledig wereldwijde obligatiemarkt. Ongeveer 50% van de obligaties die terug een yield heeft van 4%. Dus dat is toch stilletjes aan terug interessant aan het worden. We verwachten ook bij BlackRock, inderdaad, dat voor meerdere werelddelen, Verenigde Staten. Europa en uh, Verenigd Koninkrijk dat we in een recessie gaan, maar dat zou een lichte recessie moeten zijn. Wat maakt dat de gevolgen voor de uh, ondernemingen al bij al beperkt uh, zullen blijven. En dus de, de, de risico's op um, bedrijven die in wanbetaling gaan, lijkt ons dan ook beperkt. En in dat opzicht zijn bedrijfsobligaties, zowel investment grade, dus kwalitatieve bedrijfsobligaties, als high yield, beschouwen we nu terug als uh, koopwaardig. Oké, okay. dan Vincent, wanneer beleggers niet rechtstreeks in willen spelen op het thema van inflatie, de monetaire politiek, zijn er ter aanvulling van wat dat, uh, je daarnet al vertelde nog extra oppor opportuniteiten die zich op middellange termijn zullen voordoen? Ja, Fredin, ik denk in tegenstelling tot uh, wat wij hebben kunnen zeggen tijdens de voorbij webinar. Dus op, um, op dit moment van het jaar zien wij meer opportuniteit dan begin mm -hmm. dit jaar bijvoorbeeld. Zeker op het gebied van obligatie, maar We hebben, ik heb er al een enkele aangekaart. Zeker staatsobligaties zijn naar ons idee terug aantrekkelijk. In de VS, ook in China. Dat zijn zeker twee aspecten die we op dit moment kunnen kijken, die ook dat belegger kunnen meepikken, inderdaad, in een ETF-context. Ik denk dat voor wie, ik denk well, Olivier heeft het aangegeven: uh, inflatie uh, moet zich verder normaliseren. We zijn er nog ver van. Uh, wij zijn tamelijk optimistisch. We denken dat inflatie mogelijk tot onder de 3 zou kunnen geraken in de VS tegen eind volgend jaar. Maar dat zal nog minstens een jaar nemen voordat we inderdaad dit niveau bereiken. En we zullen nog boven het objectief van 2 van de, van de FED staan. Dus dat betekent dat we moeten inderdaad moeten zoeken naar inflation-hedging-portefeuille. Uh, Eén manier is om inkomen te hebben. We hebben die voor een stuk op obligatiemarkt, dat is waar. Maar aandelen blijven blij. Blijven, blijven. Uitstek. Beste bescherming tegen inflatie. Dus investeren in een aandeel op een verspreide manier, gediversifieerde manier en toch met een, een actief beheer om hier en daar de tilt naar artificial intelligence, tech en men heeft eigenlijk de, de thema's sinds begin dit jaar zijn van cyclisch values naar meer defensief, kwaliteit growth aandelen gegaan dus uh, een, een, een ETF of een, een, een blootstelling aan de wereldwijde beurs die je op ieder moment toelaat inderdaad om die, van die, die mogelijke switch in thema te kunnen, te kunnen profiteren dus uh, dat zou ik zeker Aankaarten qua, qua mogelijkheid. Uh, sinds het begin van die webinarreeks hebben we het over energietransitie. Het is duidelijk dat de verliezer van vandaag, naar mijn idee, de winnaars van morgen zijn. Uh, dus Olivier, Mobby, Nabuut, Gat, dat kan zowel tellen voor uh, commodities die daar uh, een rol in spelen. Lithium is, uh, de prijs van lithium is verdrievoudigd sinds begin dit jaar. Om maar, uh, om maar één voorbeeld te geven. Er wordt volop geïnvesteerd op uh, overheidsniveau. In de energietransitie. In Europa was het al het geval al voor de oorlog in Oekraïne maar het is steeds meer het geval. We zien dat bedrijven in particulier nu ook steeds meer gedwongen zijn om daar meer aan te doen. De vraag naar zonnepanelen, naar warmtepompen, en noem maar op, is gewoon aan het ontploffen. Dat gaat niet weg. Dat gaat alleen maar um, uh, 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 meer zijn in de komende maanden en, 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 en jaar. Dus ik denk dat dat een belangrijke beleggingsthema ook is. En dan een, een, een thema die eraan gekoppeld is, maar uh, ik denk dat iedereen, niet alleen degenen die actief zijn, de energietransitie of climate act, zo'n CO2-voetafdruk moet reduceren. Wij als particulier, bedrijven, staten, IT-bedrijven. En de winnaars van morgen zijn degenen die erin slagen, inderdaad, om sneller dan die anderen hun CO2-voetafdruk te reduceren. Waarom? Omdat we beseffen dat een hoger CO2-voetafdruk betekent een hoger energieverbruik, betekent op dat van dag meer kosten, en zo verder en zo, ver en zo ver. Dus dat is dan ook het gewoon overkoepelend thema van bedrijven die erin slagen om hun CO2-voetafdruk te reduceren, zullen het gewoon beter doen dan die anderen. Maakt niet uit waar ze zijn, wat ze doen. Maar dat is gewoon uh, een feit. En dit zijn voor vandaag, denk ik, de beleggingsthema's die ik zou willen aankaarten. Oké, okay, dank u wel. Dan, Olivier, wens jij eventueel aanvullingen te doen op het antwoord van Vincent? Uh, hoe beleggers een veerkrachtige portefeuille kunnen opbouwen. als hij dan de thema's van inflatie en de monetaire politiek ja. buiten beschouwing laat? Maar ik zou misschien nog twee tips geven. Eén op vlak van portefeuilleopbouw. Ik denk de, de huidige context van volat volatiliteit. Vergt voor de belegger een, een meer tactische en meer granulaire aanpak. En wat wil dat concreet zeggen? Wel, als je gaat starten van een portefeuille in bijvoorbeeld wereldwijde aandelen, kies dan eerder voor de verschillende regio's in plaats van één ETF of één fonds dat direct de hele wereld covert. Waarom? Wel, als je de regio's gaat gebruiken om je portefeuille op te bouwen. Kan je ook inspelen op die kerninflatie die daalt, die monetaire politiek die minder uh, restrictief wordt, en zo de opportuniteiten zien vanuit een regionaal perspectief? Mm -hmm. Een tweede tip of een tweede um, thema, misschien, en zal misschien een beetje uit de dans springen, waarin we bij BlackRock momenteel wel sterk geloven, is alles dat automatisering en uh, robotisering is. Waarom? Wel, denk aan die hoge inflatie. Wat betekent voor bedrijven een stijgende, een hogere loonkost? Dit in combinatie met ja, al de investeringen in automatisering en robotisering die sterk in prijs eh, zijn gedaald, maakt dat eigenlijk een valabel alternatief op vandaag voor eh, bedrijven om ja, het hoofd te bieden aan die hogere loonkost, maar natuurlijk ook aan die krappe. Uh, te werkstelling, hè. die arbeidsmarkt die bijzonder krap is geworden. Het is moeilijk voor bedrijven om werkkrachten te vinden. Dus nu investeren in automatisering of robotisering. Kan in dat opzicht een goed alternatief zijn. Een laatste reden waarom we positief zijn, heeft te maken met ja, de twee crisissen waar we ondertussen uh, zijn doorgegaan. Enerzijds corona en anderzijds de crisis in Oekraïne en de sancties gelinkt aan uh, Rusland. Want waar, wat is daaruit gebleken? Dat de wereldwijde toeleveringsketens onder. Enorme druk zijn komen te staan. En dus het principe van just in time, net op tijd produceren, potentieel zelfs zeer ver weg van waar het bedrijf zich bevindt, dat werkt niet meer. We zijn geëvolueerd naar een just in case principe, van dus dichter bij huis te gaan produceren met meer resilientie en daar ook. Kan automatisering en robotisering bedrijven helpen om die stap te maken en de productie dichter bij huis te brengen, zonder daarbij veel hogere kosten te hebben? Dus het thema van automatisering en robotisering is zeker iets waar we op vandaag sterk in geloven. Oké. Okay. then the last question of the strategical outlook i will ask at mobin. Uh, mobin, besides commodities and teams directly linked to the energy crisis, uh, to the monetary policy, are there also other opportunities uh, to build a more resilient portfolio for our investors? sure. aaron, so we've we've talked a lot about uh, the energy transition today, and it's certainly a megatrend that uh, will outlive the current uh, bear market. but there is no single way to access a megatrend like this so uh, just to share a few examples battery solutions for example is one way to access this very exciting theme uh, battery solutions are enabling electric vehicles they are enabling renewable power they are also enabling the transition towards alternative new fuels like hydrogen so that's that's one example companies that are focusing on new innovations like recycling and decarbonization are, are another facet of accessing the energy uh, transition megatrend. Um, for example, companies that are focusing on biofuels, uh, taking waste and producing energy from it. so biofuels not only eliminate emissions at the source because you cut the emissions, uh, from uh, your bio waste, but you also produce fuels that are much cleaner than fossil fuels. So, very, very good for decarbonizing the world. Uh, companies focusing on recycling not just plastics and other materials, but also batteries, which will be important as we uh, continue to advance in the Internet of Things economy. Companies that are producing innovations uh, to capture carbon very important again for those who can't very easily move towards uh, cleaner forms of energy in, uh, in commodities as well there are opportunities so investors can uh, access the, the the energy space uh, by investing in baskets of commodities that are directly linked to the energy transition and uh, and weight them appropriately so to your question about resilience in the current market environment the key is diversification and, and looking at these new ways to access very exciting long-term themes and just as i shared a few examples on the energy transition megatrend the same uh, sort of uh, examples can be shared whether we look at other other megatrends like uh, the bio-revolution or the digital transition uh, and so forth so for the discerning investor there are more ways to access growth which is very exciting Uh, these things not only give investors a long shelf life, but in many cases they also help investors change the world for the better. Oké, okay, thank you. Met deze laatste woorden sluiten wij dan ook onze strategische outlook voor uh, die een beursblik werd op het volgende kwartaal af. Onze bejaers zijn weer heel wat wijzer geworden met de opportuniteiten die jullie hebben aangehaald en waarvoor ik jullie oprecht wil bedanken. In de naam van Bolero wens ik dus Vincent Juvens, Olivier Pauwels en Mobien Tahir weer oprecht te bedanken voor de waardevolle informatie die jullie hebben aangeleverd. En dan wens ik verder ook nog onze Bolero belegger te bedanken die deze Outlook aan het bekijken is. En wens ik jullie nog heel veel succes toe met jullie beursportefeuille.